Daar ongeveer. Mijn gebaar is bewust niet precies. Die kant in ieder geval op. Het is meer een richting, het is een de verte, daar ergens. Er is visie nodig en dan pas leid je de zoektocht. Mijn handen spreken. Handen drukken los van de woorden gedachten uit. Mijn handen articuleren, zijn venijnig. Binnen de organisatie zijn mijn vragen waartoe, waarheen. Kat houdt niet van mijn vragen. Kat wil geen richting. Ze geeft leiding op haar manier. Je voert gewoon uit wat ik zeg, zegt ze. Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave. Het is overleven geworden. Er is geen tijd meer. Er is geen vangnet. Doorgaan is de enige optie, balancerend op de rand van een burn-out. Bestrijdje van Kat, ze jaagt me door het hele gebouw. Karretje vol materiaal van hop naar her. Eerder roosterde ze mijn lessen doodleuk in de gang in. Mijn vaklokaal, zei ze, is namelijk nodig. Een foto van het lege lokaal geeft de reactie dat ik moet ophouden zo te mekkeren. Het is nu eenmaal zo. Studenten beleven plezier aan mijn frustratie. Die wandelen met mijn pas langs de automaten via alle gangen van het gebouw. Koffie halen en lege lokalen inventariseren. Het doorgeven dat er wel degelijk ruimte is, verandert niets. Met studenten zoeken naar aangrijpingspunten, naar hun noodzaak, naar hun drijfveren. En plezier maken, het onverwachte omarmen, zijsprongen maken en het gewoon laten gebeuren. Studenten moeten aan de ruimte die we geven wennen. Ruimte om op welke manier dan ook te doen wat voor hen nodig is. Zelf aan de knoppen zitten. Ruimte om een eigen richting te bepalen. Ruimte om aan dat wat moet een draai te geven. De draai toont jouw inzicht. In het aanleren van zo'n leerhouding ligt de schoonheid van mijn werk. Het lijkt op spelen. Schoonheid als noodzaak. Zonder schoonheid bestaat er geen vreugde, geen verrukking, geen verwondering en uiteindelijk wordt alles zinloos. Neem kleding. Zak en zeil zijn al afdoende. Ik hou echter van mooi en jij schenkt daarin vreugde. Haar kledingskast maakt blij. Waarom eten bereiden? Een pak is gewoon genoeg voedzaam. Dat mooie hapje op een klein schaaltje echter streelt mijn tong, verrukt, verwonderd en doet mij verlangen. Het nodigt uit de vreugde van de keuken tot ontvangen. De keuken in, kook, eet met kleine hapjes. We zitten dicht bij elkaar, kijken naar elkaar en in de verte. We filosoferen over wat mooi maakt. Bomen bewegen vaag in de nevel. Een salamander en een vogel op een stok. Het trage verhaal van schoonheid, wijsheid en de kracht door te gaan. Liefde en zekerheid. Misschien is het wel andersom. Als er zekerheid is, is het pas liefde als zichzelf vernieuwende en daarmee altijd durende kracht. Samen in het huis op de hoek. En de zekerheid die studenten voelen in onvoorwaardelijke er voor ze zijn. Ook voor die lastige, de onmogelijke, de zeuren, de halsjes. Daar zijn ze student voor. Verse pasta omdat je er gek op bent. Curryroomsaus met spinazie en zalm. Vincent, zeg je, dank je voor dit compliment. Hoe vreed de vraag tijdens het eten. Als je zoveel van mij houdt, zou je me dan ook kunnen laten gaan?